geloof dat ik weer beeld heb. Oh. Ik geloof dat ik weer beeld heb. Ik moet er even af. Even kijken hoe ik de lamp zal doen. Het wordt hier alvast een beetje donker. Ja, toch maar zo. Zo. Ik wil eventjes een filmpje opnemen. En deze keer ga ik aan de slag met de Summer Vibes van Find It's Yvonne Creations. Ik mocht van de Janine met deze lijn wat aan de slag om ideetjes voor jullie op te doen. Dat doe ik in de live van Hobby Vision. En dat doe ik ook even op mijn eigen YouTube kanaaltje. Ik ga met dit leuke papier aan de slag. Er zit van alles in. Dubbelzijdig. Rustig papier. Daar ben ik altijd wel blij om. Want soms zijn papierblokjes van Find It zo druk. Dan vind ik het altijd moeilijk te combineren. Maar deze is wel heel erg leuk. Er zitten stempeltjes bij. Daar heb ik nog niet echt iets mee gedaan met inkleuren. Maar ik heb ze wel op postzegeltjes gestempeld. Kan ik zo meteen laten zien. Even zo. Dat dit goed te zien is. Allemaal leuke ja, beach thema, summer thema stempeltjes. Standjes van een strandhuisje, een leuke Volkswagenbus, surfplankjes, een pannenboompje. En dan heb je ook nog kleine embellishments van schelpjes en een zwemband. Dus die zitten er ook bij. Er zitten leuke uitdrukplaatjes bij. Dit zijn 3D, het glanst allemaal een beetje in de kamer. Maar als ik alles eraf halen vind ik allemaal gedoe. Maar als ik het zo hou dan valt het wel mee met het glanzen zie ik. Hele leuke plaatjes. Nou ja, ik gebruik die meestal niet echt als 3D. Dat zal ik zo ook laten zien. Ik ga vandaag in dit filmpje deze Volkswagenbus gebruiken. Want ik ga een kaartje maken voor mijn nichtje die 13 wordt. En die is helemaal fan van die busjes. Dus dat komt heel goed uit. Ik heb ook nog uitdrukvelletjes voor met losse plaatjes. Dus die kan je heel leuk her en der ook nog tussen verwerken. Er is een stans die hele mooie schelpenranden maakt. Verschillende maten. Die komt nog aan bod. En ik ga met deze basisstans ook nu vandaag aan de slag. Die ga ik een kaart mee maken. Hele leuke. Leuke stans. Ik ga hem een beetje veranderen. En er zit nog in die lijn papier. In A4. En in het formaat dat je er een vierkante kaart van kan maken. Ja, ik vind zelf het oranje, geel, groen en blauw best wel fel van kleur. Het zijn niet allemaal mijn kleurtjes, maar het past op zich wel bij het papier. Dus we gaan er wel wat van gebruiken. Nou, het komt allemaal wel voorbij. Ik heb er al twee kaartjes mee gemaakt. Dit is een easelkaart. Daar ga ik in de live bij Hobby Vision mee laten zien hoe ik die gemaakt heb. Dat is met een Dutch Doobadoemal. Dus dat filmpje komt uiteindelijk ook op mijn YouTube kanaal te staan. Dus dat kun je vinden zodra die geweest is. Ik ga daar live mee op 8 juli. Maar ik denk dat ik mijn filmpje wat ik vandaag opneem tegelijkertijd online zet. Dus dan staan ze langs elkaar op mijn pagina. Dus dat is die. En deze gaan we vandaag maken. Maar dan voor mijn nichtje. Een leuke kaart die zo kan staan. En ja, daar kunt u van alles op kwijt. En dit is dus die man met die schelpenrand. En deze ook. Dus ik ga die allemaal gebruiken. Goed. Daar gaan we dan. Ik heb even het een en het ander al klaar liggen. Dit ga ik heel even aan de kant leggen. Ik heb even nodig een kaartstok. Misschien moet ik nog een lamp bij aan doen. Dat is wel een beetje donker beeld, hè? Ja, dat dan, als ik dit doe. Nou, iets. Nou, ik ga deze stans. Ja, hij past er wel. Ik denk al. Hoe heb ik het ook alweer precies gedaan? uit dit stukje halen. Zet ik even te kijken. Hoe heb ik het gedaan?
Oh ja, ik weet het weer. Ik weet het weer. Grappig, hè, dat je dan dat een paar dagen geleden gedaan hebt. En nou denk ik ineens, hé, hey, was het ook alweer. Nou, ik ga in ieder geval even beginnen met een stuk van 14 centimeter. Die heb ik eerst even nodig. En dan kom ik er dadelijk wel achter hoe dat ik het ook alweer precies gedaan heb. 14 centimeter, dat is het handige formaat om door de machine te laten gaan, hè. Stans op dit papiertje. Dan ga ik even vastplakken. Zo. En dan heb ik hem gewoon in zijn geheel. Ja, ik weet alweer hoe dat ik het gedaan heb. Ik weet het alweer. Die heb ik uitgestanst. Gewoon in zijn geheel door de machine heen. Even op wachten. Ja. Hij is er doorheen. Zo. Nee. Komt al los. Mal drukken. Zo, die gaan aan de kant. Hier zit het er ook nog in. Even eruit drukken. Nou, dit is dus eigenlijk zoals je ja, zo kun je hem ook gebruiken. Als je hem zo, ik zal het even laten zien. Zo meteen. Even dit eruit drukken nog. Zo. Kijk, hier zit nu een vouwlijn. Als je die dubbel vouwt, heb je een vierkante kaart. Kun je hier je tafereeltje in maken. Kun je hem zo of zo neerzetten, hè? Maar ik ga hem anders doen. Ik wil nog zo'n rand eraan. En dat heb ik gecreëerd door hem er nog een keer op te leggen. Precies er weer in. En dan gaat hij aan die kant ook nog een keer deze rand maken. En dan hoeft hij er niet helemaal doorheen. Dus ik ga hem eventjes op reverse zetten, zo meteen mijn machine. Hij heeft eigenlijk alleen maar dat ene stukje nog te stansen. En terug. Dan heb ik dat stukje klaar en dan maak ik die er ook uit. Kijk. Even de tapejes los. En nu heb ik aan twee kanten de schelpjes zitten. Even voor het nummer, misschien handig om te weten. Het is de CD 1046. Dus CD 10146. En hij heet de Framecard Shells. Ik heb hem trouwens daar nog wel nodig voor mijn designpapier. Lekker bezig. Ik heb vandaag al twee projectjes afgewerkt, waarvan één gefilmd en eentje voor het blog voor in juli. Even aan het vooruitwerken in verband met de vakantie. Dus ik ben een beetje van projectje naar projectje aan het hoppen vandaag. Nou, wel leuk. Het is ook een regenachtige dag, dus dan is knutselen heerlijk om te doen als je vrij bent, hè?
Nou, even goed zitten. Dan hebben we hem dus nu aan twee kanten, hebben we nu onze schelpjes zitten. Dan gaan we eventjes wat rillijntjes maken. Dan ga ik eens even meten. Ik weet niet meer precies. Ik heb vanaf het midden 5,5 en 5,5 en 3 gedaan. Kijk, want het midden is dus die vouwlijn, maar die ga ik nu niet gebruiken. Maar ik ga vanuit die vouwlijn wel eventjes nieuwe rillijntjes zetten. Dus ik zet hem nu maar lineaal op de rillijn. 5,5. En 1, 2, 3, 4, ja, 5,5. Dat doen we hieronder ook eventjes. Zie je, ik deed het al fout. 11 moet hij zijn, dacht dan. Moet niet 10, 11. 11 is 5,5. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, 5,5 en 3. Dus het ene lijntje is 5,5 vanaf de middenlijn en die is 3 vanaf de middenlijn. En die ga ik even rillen. Dus ik moet deze hebben. Mesje aan de kant, want anders gaat het helemaal fout. Kunnen we weer opnieuw beginnen. Ik maak even gewoon een paar rillijntjes erbij. Ik leg mijn streepje in het midden, dat hij in dat gootje komt. Dan maak ik nu zoals ik hem wil hebben. Ik ga even de puntjes weggummen. Deze is ook gevouwen worden. En deze zo. Die middenlijn die vouw ik niet. En die gebruiken we niet. Deze weer zo. En deze zo. Nou, de kaart is nu te groot voor een gewone envelop. Maar hij gaat dan in deze. In het C5 formaatje. Daar gaat hij in komen. Maar deze ga ik gewoon afgeven. Want ze wil, mijn nichtje wordt 13. En die zal wel centjes vragen. Dus dan doe ik hem bij het geld. Dan kan hij zo staan. Dus dat is de basis. Nou, het designpapier. Het blokje designpapier. Even pakken. Nou had ik uitgekozen deze. Met die vlaggetjes. Omdat het voor een verjaardag is. Ik vind het wel leuk. Ik heb hem twee keer nodig. Zo meteen ook voor het midden. Dan ga ik deze kant gebruiken. Dus die haal ik er ook alvast uit. De stans opnieuw. Want ik moet nog eventjes nu zelf mijn designpapiertje snijden. Vind ik leuk om daar een matlaagje te maken. Even kijken. Even denken. Hij komt er zo uit. Maar hij moet zo... Ik heb hier nu een stukje van 1,2 centimeter vanaf dit stukje van mijn stans naar mijn rillijntje. Dus nu ga ik mijn mijn stans op een centimeter. Kijk, daar heb ik meteen goed uitgemeten. Op een centimeter van dat stukje naar het einde doen.
heel even denken. Nu ga ik die kant maken. Ja, ik heb mijn snijlijn omhoog. Ik denk dat het zo goed is. Dat ik hem zo gekopieerd heb. Dat hij daar past. Want volgens mij zijn ze alle twee hetzelfde. Ja, ik heb hem overgetrokken. We gaan hem gewoon uitknippen. Op hoop van zegen. Deze stans zet verder geen stans voor een matlaagje, maar dan maak ik het toch gewoon zelf. Dat hebben jullie mij al wel vaker zien doen, hè? Dat ik gewoon de stansen opentrek om extra laagjes te creëren. Dus nu heb ik de binnenkant gekozen, in plaats van de buitenkant natuurlijk, want op de buitenkant dan maak je hem groter. En nu zou die hier als matlaagje moeten passen. Maar ik heb hier, ik denk dat die hier nou past. Dat zie je. Okay. Dat past natuurlijk zo. Ja, zo past die. Maar ik wou nou net slingers hebben, dus ik moet hem dus wel. Dus, eventjes een resume. Als je dit wil doen, dan moet je je stans. Ik weet het al, als ik hem groter wil hebben, dan moet ik mijn snijlijn omhoog hebben. Maar ik wil hem nu kleiner hebben. En dan moet de snijlijn naar beneden. Want dan komt hij op dezelfde 1 centimeter. Want dan komt hij zoals die eruit komt. Ja, het is misschien allemaal een beetje heel onlogisch wat ik aan het zeggen ben. Maar volgens mij is het wel de theorie. Als je groter wil, dat het een matlaag wordt groter, dan moet je de stans de snijlijn omhoog. En wil je hem kleiner, dan moet je de snijlijn naar beneden. Zo denk ik het. Ja, ik had dit natuurlijk allemaal van tevoren nog een keer kunnen bedenken. Het is ook wel leuk om dit zo te filmen, denk ik. Dat jullie zien hoe het allemaal gaat. Het uitpuzzelen van die andere dingen als hoe een stans uit de verpakking komt. En dit papiertje zit er nog een keer in. Dus dan hebben we eigenlijk gewoon nog een papiertje. Dat komt wel goed. Heb ik dan nu deze kant. Want anders heb ik mijn vlaggetjes weer ondersteboven zitten. Ja, het is goed. Gelukkig, mijn theorie klopt. Even deze. Ik had hem net hier liggen, dan moet ik hem nu hier hebben en dan heb ik die kant. Nou, dat is dus allemaal een beetje passen en meten en uitvogelen, puzzelen. Een keer een papiertje verprutsen. Nou ja. Deze is dan. De andere kant. Ja. En die golfjes die er dan in zitten, die knip ik niet allemaal mee. Ik ga gewoon als een rechte lijn. Ik
En deze stansen zijn in verhouding ook niet zo heel duur. Dus ja, dan zit er, daarom zit er geen matlaag bij. Een extra stans maakt de stans natuurlijk ook weer extra duur. Kijk, maar haal ik even een beetje hier naar knetter knippen, want ik heb hier over de nog een randje zitten. Dan wordt hij uiteraard te groot. Yes, ik ben blij. Ik vind het goed zo. Dat is die. Ja, heb ik. Ga ik nog voor deze? Nog een extraatje hebben. Ik heb natuurlijk voor de binnenkant zo meteen ook nog nodig. Maar dan kan ik dadelijk maar even kijken. Ik denk dat ik gewoon ga. Even zien. Misschien dat ik deze blauwe er nog bij pak. Even dit extra ook nog erbij. Dan mag ik hem ook uitschuren. Ja, dat kan ook. Nou, wat hebben we hier nog aan maten nodig? In de hoogte was deze mal, deze stans. Ik dacht 13,5. Ja, 13,5. Dus ik ga voor 13,2 in de lengte. En dan heb ik in de breedte nodig 2 maal. 2,2 en 1 maal 5,8. Eens even kijken wat ik hier nog uit kan halen. 2,2. Dan kan ik in ieder geval die twee strookjes uithalen. 13,1. Zal ik 13,2 doen? Dan 13,2. Die zit er zo. 13,2. Wat zeg ik nou net hier? 5,8, hè? Ja. Die heb ik natuurlijk niet meer. Nee, dat is er niet meer. Dan pakken we deze. Dan, ja. 5,8. 13,2. Nou, dan kunnen we dit allemaal alvast heel eventjes op elkaar gaan plakken. Dan zit dat vast. Dit zijn allemaal reststukjes. Maar ja, wie weet kunnen we die straks ook nog wel ergens voor bewaren. Even aan de kant. Die stans gaat aan de kant. Zo, een beetje overzicht houden. Uiteraard weer even beïnkten. Midden zie je bijna niks meer zo meteen, want daar gaat natuurlijk nog een vierkant overheen komen. Hier heb ik nog lijntjes zitten, die mogen dan even afgevuld worden. De basis kan in elkaar. Een
puntje in, een lijm erop. Dan passen we een beetje zo in. Ja, het geeft wel een leuk effect als hier ook een papiertje zit, hè? Dus ja, ga je deze stans gewoon gebruiken zoals die eruit komt. Hè? Dat je met één schelpenrandje gaat doen. Dan kan je dit ook op deze manier kan je hem ook omtrekken, hè, van binnen. Nou, en dan dus met de snijlijn naar beneden als je dat wil doen. Deze even zo. Maakt op zich niet met die streepjes, hè, maar dan zo is die recht. Ja, zo verwerken we hier ook die rillijn die hier standaard al in zit, zeg maar. Die hebben we nu ook weggewerkt hier. Deel 2. Nee. Al helemaal leuk. Maar goed, hij wordt nog leuker. Deel 2, daar heb ik de andere stans voor nodig. Deze. En dat is de ICD 10315 en die heet de Summer Frame. En dan wil ik nu eventjes de buitenste hebben. En die ga ik ook uit dit witte kaartstok halen als basis. Op, door de machine. Als we die toch niet hadden, hè? Dus nu ga ik dit gedeelte maken. Nou ja, dat is dus met name gewoon die stand. Even kijken. Want hij heeft hier, ik ga hem nog eventjes hier opnieuw erheen doen. Want hij lag eigenlijk een beetje te veel op het randje. Dus hij heeft één rand niet zo mooi bestand. En dat is zonde, hè? Nu is die goed. Nou, waar is dit nu met deze stans aan de hand? Die stans meteen het binnenstuk eruit. Dat vind ik dan nu weer jammer. In dit geval dat hij dat doet. Maar daar gaan we gewoon zo meteen ook weer even oplossen. Dit is nu een heel fragiel kadertje eigenlijk. Nou, al die puntjes moeten eruit. Dit had ik eigenlijk al wel van tevoren kunnen doen, hè? Ja. Dan zien jullie ook echt een beetje in real time hoe lang het duurt om een kaartje te maken. In plaats van alles al zo tevoorschijn toveren. Ik moet een klein beetje opletten, want hij is heel fragiel. En zo meteen ga ik het ook nog met designpapier doen. Dan is het natuurlijk nog fragieler, want die is dunner.
is wel leuk, zo die gedetailleerde schelpjes en die puntjes en die bolletjes zo eruit. Het is wel een hele mooie stans. Maar het is er even eentje waar je geduld mee moet hebben. Dat heb ik wel, maar niet als ik film. Dan wil je toch vooruit. Dan denk ik, ja, jullie zitten ook maar te kijken. Maar ja, hey, je kunt me vooruit spoelen. Als je denkt, dat snap ik wel. Ik heb wel zo'n borsteltje, maar ik ben bang dat hij met deze stans uit de hand loopt. Dat hij dan scheurt. En hij moet echt een vierkant blijven. Maar ik heb hem al. Nou, die moet daar. Kijk, en als er nou die binnenkant niet meer uitgekomen was, dan had je nu een stevigere vierkant. Dus hier moeten we eventjes iets anders mee. Nou, ik wil sowieso de binnenkant ook. Nou, dan zou ik kunnen zeggen, ik doe deze terugleggen. Ik leg het op een ander velletje. Dat kan. Ik wil de binnenkant, nu het dan toch uitkomt, wil ik die van een designpapiertje doen. En dan doe ik die, denk ik, nu dan met blauw. Past er ook wel bij. Of moet ik voor... Ik heb ook nog het vel... Dit blok had ik ook nog. Die van Friends See You. Die kleurtjes komen eigenlijk wel overeen met elkaar. Dus dan zit ik even te denken. Of ik daar misschien... Nee, ik pak dit blauw wel. Nou. Deze ga ik ook nog even uitstansen. Maar daar heb ik alleen het binnenstuk nu van nodig. Dus dan hoef ik zo meteen niet die puntjes te gaan doen. Dat kan ik op een andere keer doen. Dat scheelt dan weer. Want die wil ik voor het binnenframe hebben. Nou, en dan heb ik hier bij deze kaart, heb ik een vierkant gemaakt. Eventjes, van 12,3. Ik denk gewoon bij 12,3. Ja, 12,4 is het. 12,3 bij 12,4. En daar heb ik deze opgeplakt, maar... Voor het kaartje van mijn nichtje ga ik het even iets anders doen. En dat ga ik zo meteen laten zien. Eerst even deze maar weer eruit halen. Nou, hij heeft hier weer niet goed gestanst. Dat zit in die stans dan, denk ik, dat er daar een... dit is dunner papier. Maar dat kan ik niet meer fixen. Heb je wel eens ooit, hè? Ik wil nog wel eens helpen als je stans zo schuin neerlegt. Dan moet ik wel zeggen, dat heeft Findit wel eens wat vaker. Het is wat ik al zeg, het zijn iets minder dure stansen. Maar er is wel eens ooit een stukje waar niet zo mooi stanst. Maar dat is gewoon op te lossen door er maar nog een keer doorheen te halen. Of een extra plaat of papiertje toe te voegen. Kijk, maar nu is hij wel gewoon goed. Dus dat... niet iets waarom je hem niet zou moeten aanschaffen. Het komt wel eens voor. Maar goed, dat is ook wel eens bij andere merken al. Wat dat betreft. Ik ga hem nu eventjes dit stukje laten kreven inzetten, want dat hebben we nu toch niet nodig. Ik ga weer vooruit. Kijk, deze past nu hierin. Maar die moeten we ergens opplakken. Nou ben ik in het gelukkige bezit van een Brother Scan & Cut. En ik vind het altijd erg leuk als mijn nichtjes of andere kindjes een kaart krijgen dat hun naam erop staat. Dus ik heb dit ontworpen in mijn Brother Scan & Cut. Maar als jij gewoon deze kaart na wil maken, dan is het dus 13,3 bij 13,4 een vierkant maken. En dan heb ik het nu zo uitgemeten dat mijn frame hierop past. En dan ga ik hem zo erop plakken. Dus dat is nu eventjes iets wat dan bij mij kan.
omdat ik de apparaat heb. Dat is gewoon een ideaal. Ik heb ook de 13 alvast daarin uitgestanst voor straksjes. Het is gewoon een super fijn. Ja, als je veel hobbyt. Het is een hele dure aanschaf. Maar je kunt eigenlijk alles wat je in je hoofd hebt. Kun jij ontwerpen in een computerprogramma. En dan kun jij dat apparaat dat uit laten snijden. Ik zou zeggen, Google het maar eens. En ik heb in mijn eerdere filmpjes. Toen ik nog niet bij Hobby Vision in de design team zat, heb ik ook filmpjes opgenomen hoe ik in zo'n programma iets aan het ontwerpen ben. Dus die kun je op mijn YouTube kanaal terugkijken. Dus mocht je geïnteresseerd zijn, zou ik zeggen, kijk die filmpjes ook eens terug. Het is ook een beetje hetzelfde idee als een Cricut. En ja, het is eigenlijk een snijplotter, noemen ze het. Ja, die heb je heel veel verschillende merken, maar deze is zo fijn omdat je ook iets kunt scannen en dan snijdt hij daarom uit. Nou moet ik zeggen dat ik altijd plaatjes knip, want ik vind ook handwerk is ook wel leuk om te doen. Hij kan gewoon heel veel, maar ik gebruik hem eigenlijk met name om bij verjaardagskaarten een naam en een leeftijd erbij te kunnen zetten. Nou, die 13 heb ik hier uitgesneden, maar die gaan we natuurlijk zo verstoppen. Zo weten jullie dat ik papier bespaar. Maar deze rand moet hier opgeplakt worden. Denk ik dat het nu het handigste is om gewoon eerst deze rand te plakken. Maar is dat wel een beetje tricky? Nee, ik ga het anders doen. Want kijk, je kunt, als je hem een beetje uit het lood hebt, dan past dit er al niet meer mooi in. Ik ga deze gewoon heel eventjes alvast een beetje aan elkaar plakken met plakband. Kan ik het in één geheel opplakken? Als ik dan hier zo. Oh ja, dan heb ik wel natuurlijk last van die bobbels, van die gaatjes die je dan ziet. Ik ga even voorzichtig kijken of ik dat. Want daar kwam ik ook achter toen ik hem ging maken, deze kaart. Ja. Zie je hier een stukje plakband. Blijf een beetje precies. Zo. Klein nog een stukje hebben. Gewoon even her en der. Voel dat hij aan alle kanten wil bewegen. Het is zo'n tere. Ach, ik krijg het zo wel gedaan. En een klein beetje. Oh. En misschien is hij ook wel dat ik hem niet precies op de juiste plek. Maar ik ga er ook vanuit dat hij ongeveer symmetrisch is. Zo, nog één stukje. Kijk, ik denk dat dit de makkelijkste manier is om dit te doen. Kijk, dan kan ik hem nu in zijn geheel hier opplakken. En dan kan ik nog een beetje manipuleren. Want het moet natuurlijk wel precies. Ik had natuurlijk ook, maar ja, dan had ik dit niet kunnen doen met die letters. Dat je hem eerst opplakt en dan daarna rondom uitsnijdt. Dat had ook kunnen natuurlijk, hè. Ik heb nu de binnenkant gelijmd. En de buitenkant nog niet echt. Ik weet niet of het handig is dat ik dat niet heb gedaan. Overal een beetje. Kijk, hier zit hij dan nog niet helemaal netjes. Dat doen we dan even met de hand. Manipuleren. Kijk, doe ik gewoon bij al die bobbeltjes en bij de sterren een beetje lijm. Dat hij zo om en nabij vast zit. Hier zit hij, lijkt hij al wel vast te zitten.
gewoon een drupje lijm erachter. Het is even een werkje, maar dan heb je ook wel, hè? Mijn nichtje heet dus Rosalie. En ik denk dat ik die lettertjes een beetje verhoogd wil opplakken. Even mijn foamtapeje zoeken. Deze moet ik hebben. Die zit heel hoog. Loop ik het risico dat ze wel het filmpje gaat zien op YouTube. Ja, dan heeft ze de kaart al gezien. Want ze is pas 10 augustus jarig. Dus ik ben ruim op tijd met het maken. Maar het kan maar klaar liggen. Hè? Hetzelfde geld wordt het straks zo'n warm weer dat we geen zin hebben om te knutselen. En dan heb ik mijn kaartje klaar. Dus ja, als je deze lijn hebt, dan heb jij natuurlijk gewoon nu een vierkant hier. Dan heb je dit stukje niet, doe je niet. Ik doe altijd nog wat lijm op de foamtape. Dan kan ik nog wat schuiven en dan denk ik altijd dat het nog iets vaster blijft zitten. En dan heb ik hier hem zo ontworpen dat er ook hier een wat laagje langs komt. Nou. En dan komt dit hierop. Dat past nog precies. Maar goed, hij kan toch makkelijk in de envelop, maar dat had ik gezien. En dan gaat deze hier opgeplakt worden. En dan kunnen we hier zo meteen ons leuke tafereeltje maken. Hè? Nou, ik leg hem even zo neer. Dat ik even markeer tot waar ik moet plakken. Dat is anders komt er te veel plak misschien langs. Zo. Even een tapeje. En die 13 is nou weggewerkt. Dus dat is ook altijd, hè? Als je iets nog, toch nog ergens iets overheen plakt, dan kun je altijd daar nog iets uitstansen. Zie je toch niet meer? Hier zit iets onder een lijn. Niet hard. Zo, dat is niet goed. Goed opletten dat je hem niet op zijn kop gaat plakken. Een beetje weer uitlijnen. Even zien. Dan heb ik ietsjes nog opschuiven. Nog ietsjes. Dit is mijn techniek, hoe ik het handigste vind om te doen. Nou, kijk eens hoe leuk. Staat er naam al op. Nou, Rosalie hield dus van die Volkswagenbus, dus dan moet ik die even hebben. Leuk tafereeltje maken. Dit filmpje is dus zo meteen ook weer wat langer, want ik zit alweer 3 kwartier te filmen, zie ik. Oh. Nou, ik haal heel eventjes van het Volkswagenbusje deze eruit. Want ik denk dat ik die ga doen. En dan ga ik deze
in de bus. Die ga ik erbij verhoogd op plakken. Dat vind ik dan wel leuk in dit geval. Nou, en dan kan ik dit plaatje kan ik dus nog altijd in een andere, op een andere creatie gebruiken. Zo gebruik ik meestal die 3D-velletjes. Dus ik doe ze niet allemaal op elkaar plakken. Meestal vind ik het wel leuk om één onderdeeltje daarin verhoogd op te plakken. Dat kan ik alvast doen. Dan zit die er alvast op. Even. En dan heb je dus nog. Dus eigenlijk twee creaties maken. Met één zo'n plaatje. Nou, die ligt alvast klaar. Daar vanuit gaan we de rest van de versiering uitkiezen. Nou, daar heb ik dan nog voor nodig. De kleinere stans. Uit deze. Deze. Die vind ik dan wel leuk om hier als kader achter te plakken. Daar kan dan ook mijn 13 dadelijk in. En dan kunnen we hier omheen nog wat dingetjes erbij verzinnen. Dus hier gaan we even weer zo'n hetzelfde doen als die van net. Dus deze stanst ook alleen het kader eruit. Dan hebben we weer zo'n smal teer randje, maar dat geeft niet. Nou, deze kan ook door de kleine. Dus dat doe ik nu maar eventjes. Even omdat het zo'n fijne is. En even heen en weer. Kijk ik altijd even, heb ik alle snijlijnen eruit. Anders dan kan het nog een keer. Nou, die bewaar ik gewoon, want ik ga zo meteen ook nog een keer met designpapier doen. En dan kan ik mijn designpapier en die voor een andere creatie gebruiken. Die kan je dan ook weer aan elkaar maken. Dat kan dus ook met die grote. Ook nog die bolletjes eruit. Deze zit er een beetje. Zo. Die hier. En dan gaan we nog even uitstansen in een ander kleurtje. En ik had ook nog dit blokje. De Friends designpapier van Creative Craft Lab. En dat is de Beachy. Die vond ik ook leuk bij deze lijn passen. Dus daar ga ik denk ik deze gele uit. Een beetje okergeel uithalen. En dan kan ik aan deze kant zo meteen ook nog iets eventueel gebruiken. Dat vind ik dan wel leuk als dat dan geel is. Ik pak hem heel even vast, dat hij echt zeker niet gaat verschuiven. Kijk, hij ging al verschuiven. En ik draai deze er ook even door. Binnengedeelte nodig. Ik zal hem even uithalen, maar niet de puntjes eruit halen, maar dan kan ik laten zien dat deze natuurlijk hier bij die witte past. Dus die ga ik gewoon bewaren, want die kan op een andere creatie. Dit ga ik ook bewaren, heb ik misschien zo nog nodig. Dus deze kan ik ook weg. Zo, op het plaatje erbij. Even alles neerleggen.
Deze ga ik zo wel zo opplakken. Dan laat ik zien dat dat wel kan. Dus deze komt hier. De 13 wil ik hier ergens zo bij. Nou. Maar ja, eens kijken. Is het leuk om nog wat... kijken met deze. Heb ik hier nog... Ik haal hem gewoon even uit. Misschien nog een tallenboontje stansen. Als extra. En ik vind het ook nog wel leuk om die zeesterretjes te stansen. Even zien. Misschien is zo'n slinger met die dingen ook wel grappig. Handig hè, dat dit zo uitdrukkers zijn. Misschien wel leuk, maar misschien ook niet. Daar moet ik nog even over nadenken. Ik vind die sterren, die zeesterren wel leuk, maar die hebben de verkeerde kleur. Een schelpje is altijd leuk erbij. En het zonnetje zou ook kunnen. Nou. Ik denk dat ik voor schelpen ga. Misschien die slinger. En dan even het andere papiertje met losse onderdelen. Wacht even, er zit een pollenboom bij uit een plaatje. Dan ga ik stansen. Kijk, in dit kaartje heb ik ook die pollenbomen zelf gestanst. Maar we kunnen ook voor het gemak gaan en een pollenboom kiezen die hierin zit. Druk worden. Hè? Nee, dan wordt het druk. Ga ik niet doen. Ik ga hieronder nog een tafereeltje bij maken. Maar niet meer met de palmboom. Oh, wacht. Ik moet deze slingers hebben. Die hebben dezelfde kleur als mijn designpapier. Dat is dan eigenlijk leuker. Zo misschien. Ja, ik pak even geen plaatjes meer. Ik ga in deze set. Wacht, ik had die andere set ook nog. Eventjes. Kijk, ik had hier dan die palmboom. Maar die vind ik te druk. Maar die zou ik, die ga ik, die doe ik in de Live van Hobbyvision gebruiken. Dus dan zie je hoe dat ik die opbouw. Want dat doe ik in het groen en in het bruin uitstansen. En dan heb ik daar twee laagjes. Ik ga hier... Kijk, hier zit een zeesterretje bij. Maar daar zit hier dezelfde bij. Dus dan ga ik nog heel even hier wat sterretjes... of wat schelletjes nog uithalen. Ter decoratie. En dan misschien nog een bloemetje ergens. Oh ja, en dan kan ik nog postzegeltjes maken. Oh, de decoratie komt nog helemaal goed. Nou, wil jij dan jij? Kijk. Uit het papier waar ik de letters heb gehaald, daar ga ik nu mijn zeesterretje. Ook uitstansen. Ik kan het misschien twee keer, meteen twee keer doen. Voortaan vaak. Gewoon twee van die blaadjes op elkaar. En dan zo meteen in één keer doordraaien. Dan heb je in één draai twee. Dat zal ik even twee keer doen, want je moet natuurlijk die gaatjes mee uitkomen. Kijk, hier, ik doe dat gewoon. Dat scheelt allemaal tijd. Oh, die gaatjes komen er niet uit trouwens. Bij deze. Oh, dat is jammer. Dat doet hij wel bij die andere. Kijk. Daar haalt hij er wel de gaatjes uit.
Vind ik dat leuker? Ja, nou voor deze is dat niet zo erg. En deze ga ik nog even. Kijk, nu ga ik het even laten zien. Ik heb hem. Ah, nou weet ik waarom ik. Ik doe de snij altijd omhoog, omdat ik aan de achterkant afteken. En ik heb dus straks natuurlijk aan de voorkant afgetekend. Daar is denk ik de verwarring. Ik leg hem altijd met de snijkant omhoog op de achterkant van het velletje. En dan trek ik hem over. Dus dan denk ik dat ik dat bij de andere ook had moeten doen. Hem op de achterkant aftekenen met de snijlijn. Met de snijlijn omhoog. Nou, dat gaan we nog wel een keer uitproberen. Nu hoef ik eigenlijk geen potloodlijntjes weg te gummen, maar dat vind ik wel handig. Nou, ik ga deze dus matten, want dan vind ik altijd net iets leukerder als een enkel is. Ster, alleen bij deze komen nou die gaatjes er niet doorheen, bij die andere wel. Maar goed. Deze is zo ook leuk. Dan valt die meer op, hè? Kleurtjes ook alweer terug. Vind ik ook altijd wel leuk. Als we daar iets mee doen. Even zien. Die zo. Nog een ander schelpje erbij. En in welke kleur gaan we die doen? Denk in kraft gewoon. Een stukje kraft. Misschien hoeft die niet gemat te worden. Dan doen we deze gewoon zo enkel. Deze. Ik zit een beetje te zien als schelpje. Misschien moet ik die even matten op het witte. Nog een restje. Aan welke kant hier? Kijk, nou doe ik hem verkeerd om, maar dat maakt niet uit. Dan pak ik de andere kant. Ik ben lekker duidelijk vandaag in hoe ik dit doe. Nu leg ik dus de snijlijn naar beneden. Maar ja, dan kunnen we even kijken of dat het. Dan moet ik hem nu natuurlijk wel aan deze kant plakken. Is het een redelijke gelijkvormige vlog? Dus misschien heb ik geluk. Hij moest eigenlijk met de snijlijn omhoog als ik de achterkant wil gebruiken. Hè? Maar ik denk dat het bij deze goed uitpakt. Maakt niet zo heel veel uit bij deze. Nee, het komt gewoon hetzelfde uit. Nou, ik kom mooi mee weg. Anders had ik die lijntjes uit moeten gummen, want dan had hij zo moeten plakken. Even kijken. Of ik dit wat vind. Deze schilder erbij. Ik denk het wel voor de beachy thema. Alhoewel. Net meer. Nee, ik vind het niet zulke mooie schelpen. Sorry. Ik heb net stenen. Nee, die ga ik niet gebruiken.
ga voor deze gewoon. Die ga ik er niet bij doen. Dit ook niet, dat boeit. Nee, we gaan het zo laten. Ik ga er nog wat bloemetjes bij plakken. Op zich is die al wel vol genoeg. Kan ook en ik ging een postzegeltje doen. Postzegels. Want ik heb postzegels, dan ze zijn bij mij altijd welkom. En nou zag ik dat Marianne Design ook weer met een leuke stans is uitgekomen. 3 maten. En die kleine is gewoon precies goed voor deze creatie. Dit is de COL 1532. En in de JMA-lijn zit nu een postzegeltje. Dus je kunt er alle kanten mee op. Ik heb natuurlijk ook nog die postzegelpons. Maar die is volgens mij momenteel niet te verkrijgen. Kijk, we gaan gewoon lekker even wat postzegels maken. Dat word ik altijd blij, daar word ik altijd blij van. En dan hebben we aankleding genoeg zo meteen. Nou, ook even dubbel doen. Dat moet in één keer doen. Ideaal. Dat? Ja, hij doet het. Kijk, kan ik dadelijk hier zo nog iets met een postzegel doen? Moet hij hier komen, de postzegel? 13 ergens anders, kan ook nog. Dit is altijd zo'n dingetje, hè? Zo'n gefrut. Hoe wordt je layout? Wel iets leuks om te doen, maar dat kan bij mij altijd nog wel even duren voordat ik denk van misschien dat ik het dadelijk wel. In ieder geval, nou, dat is dan de buitenkant. En dan heb je hier ook nog een binnenkantje voor. En daar ga ik eens even zien welk papiertje ga ik daarvoor pakken. Dit is diezelfde kleur, dus die ga ik niet doen. Deze vind ik dan iets te druk, die heb ik wel gebruikt. Maar ik wil er nog iets op stempelen. Of ga ik dit wel doen? En stempel ik, knip ik de stempel uit. Wispelturig vandaag. Ik heb te veel willen doen. Ik stans hem gewoon uit. Anders dan ga ik een rustig stukje papier zoeken. Dat moet natuurlijk wel recht. Want anders zijn die strepen scheef. Ik kijk me daar weer aan ergeren. Leuk als papiertjes terugkomen, hè? Het moet niet te druk, dus het moet niet te druk worden. Dan wordt het. Nee, ik ga even een rustig papiertje, want dan kan het daar gewoon op stempelen. Nou, tadaa, gevonden. Ja, die restjes van mij, soms dan denk ik van ja, moet ik dat stukje bewaren? Maar je ziet het, hè? Ik tover zo meteen al uit mijn bakje een papiertje tevoorschijn wat ik kan gebruiken. Kijk, veel beter. En dan kan ik daar nog iets op stempelen. Nou, die restjes gaan wel weg. Want ik had natuurlijk net laten zien dat er nog stempeltjes bij deze lijn zitten. En daar kan ik dan nu even een soort van stempel van maken. Op mijn postzegel.
misschien voor haar wel leuk om daar een... Oh nee, wat doe je? Ja, die zie je toch bijna niet, de wereldbol. Nee. Ik kies eventjes de zonnebril uit. Of de, ja, de zonnebril is dit. En ik moet even eentje hebben. Dan zoek ik deze. Ik pak van mijn mensen. En dan de teal ziel. Dat is de kleur die ook in mijn papier zit. Dus dat matcht dan mooi. En dan ga ik hier. De zonnebril opstempelen. Als zijnde postzegel. En bij deze ga ik de schelp doen. En die mag er net een beetje van af. Even een papiertje erbij leggen. Kijk, stapel ik die zo net over het randje. Zo, nou, het wordt al iets, ook aan de kant. Ik ga heel eventjes alvast wat stukjes aan elkaar plakken, anders blijft het allemaal van elkaar afvallen. Dan kan ik niet zo goed zien of ik tevreden ben. Dus we gaan even het een en ander even in elkaar zetten. Ik vind het heel leuk dat ze daar al meteen zo'n binnenstukje voor uitstansen, want meestal snij ik er dan zelf en nu zit het er gewoon al bij. Zo. Die daar, dan even alvast de sterren in elkaar plakken. We gaan die ook niet meer verschuiven. Deze ga ik dadelijk ook op plakken, want die moet daar sowieso komen. Alles een randje, dan zie je die witte snijlijn niet meer. Nou, je zou deze kaart ook kunnen maken voor bijvoorbeeld een afscheid van de leraar, hè, zo voor vakantie. Een fijne vakantie en bedankt voor het schooljaar. Ik heb toen straks een artikel gelezen van een juf. Die zei, nou, een kaart vinden we net zo leuk. We hoeven niet allemaal merci'tjes en dingen voor in bad. En snoepjes en chocoladerepen en weet ik het veel. We worden ermee bedolven. Een leuk kaartje vinden we net zo leuk. Nou, dat is niet aan ons verkeerde oren gezegd, hè. Want wij kunnen kaartjes maken. Moet je niet lachen op mijn getut. Ik denk dat ik het zo ga doen. En dan ga ik nog ergens een... ja, er moet toch een bloemetje op, hè. Ik ben wel van de bloemetjes. Dan pak ik de stans voorbij van... Even de krachtig zijn. Deze, de 2044, de Florals Mini. Daar ga ik nog even een bloemetje mee uitstansen. Ik ga meteen even nog het onderste lineaaltje. Dat kan ik zo bij. En welke kleur? In principe mag er nog wel een beetje iets wat roze of zo bij. Hè? Heb ik daar hier nog een papiertje van liggen? Ik heb hier een stapel vol. Een stapel langs me liggen. Nee, dat is toch te roze. Ik zie hier ook nog iets oranjes liggen. Dat is toch niet echt mijn kleur. Dit is beter.
roze fan. Rosalie ook wel een beetje. Alhoewel, het wordt, er zijn wel wat stoere pubers, hè, als ze 13 zijn. Dat is alweer mijn jongste nichtje. Nou, gaat de tijd toch snel. Nu zijn mijn nichtjes even een paar maandjes 15, 14 en 13. Dan wordt de eerste dadelijk 16. Oh, dat is helemaal een leeftijd, hè? Ja, het gaat hard. Kijk, toch wel fleurig nog een bloemetje erbij. En ik hou nou eenmaal van volle kaarten. Dat is geen geheim, hè? En deze blijven over. Ja, ik ga het zo doen. Ik denk dat dit de layout gaat worden. Maar we gaan eerst even die bloemetjes nog vorm geven. Nou, ik ben een uur aan het filmen, zie ik. Dus dan wordt deze ook gewoon even iets langer. Ja, zo zie je. Een kaartje heb je ook niet in een uur gemaakt. Als je gewoon start zonder voorbereiding. Dan ben je gewoon langer bezig dan een uurtje. Meestal is de voorbereiding ook wel rond een uurtje als ik voordat ik live ga. Ben ik al een tijdje aan het stansen geweest en... En nu heb ik het gewoon allemaal ter plekke gedaan. Maar heerlijk, hè, dat zo'n hobby hebben. Oh, ik ben zo blij ermee dat ik iets heb waar ik mijn eigen mee kan vermaken. Het lijkt me zo verschrikkelijk als je de dagen voor, ja, het uren vooruit zit te kijken van ja, wat moet ik nou nog gaan doen. En ik heb nu bijna vakantie. Dan zal ik vast ook wel weer wat gaan knutselen. Maar dan hoeft het niet per se. Ik heb alles wat er klaar moet zijn. Vanwege het plaatsen op het blog en dat soort dingen heb ik klaar. Ik kan gewoon knutselen als ik zin heb. En doen waar ik zin heb. Heerlijk. Oh, er moet nog een hakketje in. Ik kom even voor langs. Even mijn pontje nog. En dan gaan we daar. Denk ik maar houden bij geel. Beetje alles een beetje in dezelfde kleurstelling houden. Alsof het zo'n bonte kermis. Matje te spelen, dan kan ik het nog er een beetje induwen. Kijk, dan vormt het bloemetje weer extra. Ja, dan gaan we, het lijmpistool staat al aan, dus dan gaan we eventjes alles een beetje vastplakken. Goed, ik begin even met die met deze. Even allemaal aan de kant. Ik begin met deze, want die gaat er toch op die plek komen. Nou, eventjes de binnenkant een klein beetje aanzetten, dan valt die op. Dan moet hij met de punt omhoog. Dus dan ga ik eerst even, ja. Eventjes deze leg ik even hier neer. Daar gaat hij komen.
even. Kijk, dit is veel makkelijker als wat ik net gedaan heb. Maar net ging dat, omdat hij zo groot is, wat moeilijker. Dus kijk. En nu kan ik hem om die basis heen plakken. Dus ja, als je zegt van, wat heb je net toch moeilijk gedaan, dan doe je het op deze manier. Bij die grote ook zo, hè. Maar die grote, die wiebelt meer, omdat die wat, nog wat groter is, hè. Zo. Nou, die moest daar sowieso komen. Even weer een beetje beeld netjes maken. Bloemetjes. Deze ga ik denk ik ook wel plakken. Vond ik op zich toch wel leuk dat dat terugkomt. Hè? Die, nou, dat doe ik ook nog maar even met lijm. Dat is wel grappig. Dit zou wel past bij mijn zijkantjes. Maar gaan we eens even zien. Als nou wat groots op neerleg, dan kan die 13 daartussen. Ik vond dat toch wel grappig. Die mag best een beetje over die schelp en die deel heen. Dan zie je toch nog mijn, dat rondje. Kan ik hier met die schelpjes en die bloemetjes. Dan komt hier het groen weer terug van... de letters en de cijfer. Ik denk dat dit het gaat worden. Dat ik hem zo in balans vind. Kijk sta, hè? Dat je er toch even zo'n gestoei mee kunt hebben. Soms heb ik ook dat het niet lukt. En dan denk ik, nou, ik leg het neer. Ik ga even iets anders doen. Ik slaap er een lachje over. En dan de dag erna valt alles wel in één keer op zijn plek. Dat wil ik ook nog wel eens doen. Maar nu gaan we het zo doen. Ik hoef er geen nachtje over te slapen. We maken hem nu af. Het ligt hier nog op de grond. Dan heb ik nog een blaadje op de grond liggen. Oh, een blaadje, dat is er ook uitgevallen. Waar is mijn lijmpjes? Hier. Wil ik er nog wat... daar heb ik ook nog klaar liggen. Maar precies al bij. Ik vind dat vaak bij die strandcreaties wel leuk. Kijk, denk ik hieronder nog een bandje precies al plakken. Of precies al die lancia bedoel ik. Ik heb het verkeerd. Nou, waar gaat hij weer? Deze komt daar. Ik ga deze zo eerst plakken. En dan moet deze. Dat komt eronder. Dus zo wil ik dan meestal dat ik het dan weer uit elkaar haal. En dan één voor één weer terug ga plakken. Kijk, deze past zo mooi in dit rondje zo. Deze hier. Kun ik recht aan het plakken, maar dat is natuurlijk wel handig. Ja. Dan kan deze al geplakt worden. Maar die ga ik denk ik ook verhoogd opplakken. Kan ik er altijd nog iets onderschuiven mocht het nodig zijn. En ik zei al, hij gaat waarschijnlijk toch niet op de post, dus dan... zei ik net, maak ik mijn beeld een beetje zuiver. En vervolgens pleur ik er weer van alles op, hè. Heerlijk hoe we daar allemaal lekker aan het tobben zijn. Nou, deze ook natuurlijk wel recht geplakt hebben. Ja. Nou, dan komt die 13 en die mag ook nog verhoogd. Ik heb hier een rolletje. Ik heb even niet met merk bij de hand. Ik moet wel
Het zijn twee verschillende diktes. Volgens mij heb ik 1,5 en 3. 2 en 1 heb ik dan. Ja. 2 mm breed en 1 mm. Dan doe ik deze met 2, want die mag nog iets hoger. Bij de 1. En dan doe ik nu maar even. Dan doe ik op dit randje lijm, want dan komt hij daar ook op vast te zitten. Nou, die 13 die gaan we hier weer plakken. Ja, vind ik wel leuk dat dat zo in die postzegels komt. Ja. Goed. Dan hadden we nog een schelp die hier komt. Dan gaan we even die Tilantia doen trouwens. Ja, Tilantia was het, hè. Gewoon zomaar een dun stroopje. Pak ik gewoon hier. Kan ik die kant op laten lopen nog. Maar dit is altijd wat te veel, dus knippen we er gewoon af. Nu gaan de bloemetjes in. Deze die kant op plakken. En daar kan hier de schelpjes of de sterretjes in. Ja, en dan pak ik deze hier op, dan zit het daar ook vast. Palmboom. Draadje. Deze hier, zo'n bloemetje had ik zo, hè. Dat bloemetje kan ook achter. Dan zie je schelp niet meer zo goed. Hierachter. Ik vind die wel leuk bij elkaar. Oh, wat een. Ik vind het zo leuk. Normaal valt het helemaal niet op dat ik zo aan het stoeien ben ermee. Maar nu valt het me wel op. Mijn haar in beeld. Nou, kijk aan. Ben ik al iets kwijt geweest? Want volgens mij. Dan heb ik nu mijn haren wel. Maar iets kwijt ben ik volgens mij nog niet geweest, hè? Ja, weet je, hij komt gewoon op de schelp. Want daar vind ik hem gewoon het leukste. Dus die schelp die zien we niet meer. Die is weg. Maar dat vind ik niet erg, want het gaat om de creatie. Dit stukje knip ik eraf. We gaan aan de kant. Nou, kijk eens hier. Hoe leuk ik een kaart heb voor mijn nichtje. Nog even wat sequins pakken. Dat is altijd ook nog wel leuk, een beetje bling bling. Blauw nog erbij. Die had ik hier nog een mooi gaatje voor. Die gaan bij mij ook meestal in 3 erbij. Op een of andere manier. En dan vaak iets in een driehoek. Dat is dan een beetje mijn. Die ga ik hier doen. En dan pak die over die schelp. Want die schelp echt weggewerkt. Oh. Zit eronder. Die pak ik gewoon met het lijmpistool vast. En dan
nog een keer weg. Dat vind ik een hartstikke leuk. Dan ben ik gewoon al eventjes een nieuw lijnpatroontje hebben. Dan ben ik eigenlijk al helemaal blij met mijn kaart voor mijn nichtje. Dan kan ik daar ook van mijn to-do-lijstje afstrepen. En zo komt het steeds verder af. Alles wat ik wil maken. Zoals ik al zei, die andere ga ik dus nog... Joh, hij wil niet meer. Ik heb een springende ziek. Joh, kijk nou toch. Ik ga het met mijn vinger doen. Hup, je gaat erop. Wat verdikken. Nou, maar één poging met de pincet. Anders brand ik mijn vingers. Nou, wat ik al zei, ik heb waarschijnlijk dus... Tegelijkertijd een beetje dit filmpje als het filmpje wat ik bij Hobby Vision ga maken. Op mijn eigen kanaal staan. Dus dan kun je die ook nog bekijken. En dan mocht je deze lijn leuk vinden en aan willen schaffen, dan zal ik de link ook in mijn beschrijving zetten. Dat doe ik eigenlijk bij elk filmpje een paar linken erin zetten van, naar de webshop van Hobby Vision. Maar voor nu heb ik dus deze gemaakt. Een kaart die aan twee kanten een schelpenrand heeft. Kan staan. En ja, ik vind ze eigenlijk hartstikke leuk horen. En dan ga ik deze in de live bij je Hobby Vision doen. En dan heb ik weer een paar kaartjes klaar. Nou, ik zou zeggen... Sorry voor het rommelige uitleg af en toe. Maar zo, ja, zo gaat het nou eenmaal als ik een kaartje maak. En dingen uit moet proberen en nog even uit moet puzzelen. Maar ik denk dat het wel uiteindelijk wel goed gekomen is. Hè? Ik zou zeggen bedankt weer voor het kijken. En tot de volgende keer. Doei!